Het is visdag vandaag en ik ga een heel snel gerechtje klaarmaken met zalmburgers en prei. Ik ga de prei in ongeveer gelijke stukken doen en dan ga ik die koken. Ongeveer een kwartiertje. Terwijl onze prei aan het garen is, ga ik de kruidenvinaigrette maken. Ik heb daarvoor nodig olijfolie, witte wijnazijn, suiker, mosterd. Goed mengen. En dan als kruiden bieslook en peterselie. Opnieuw goed mengen. Voilà, de kruidenvinaigrette is klaar. En dan nu de patatjes. We gaan die stomen in de microgolf in het zakje 7 minuten op 700 watt. Schaar. Ik ga het afgieten. Voilà. En dan gaan we nu de burgers bakken. En we gaan ook tegelijkertijd de prei erbij leggen. En als laatste de panko. Alles is klaar. We gaan dresseren. En dan afwerken met een beetje vinaigrette. En een beetje karbouw. Voilà, dat is mijn visgerechtje. Het is heel snel klaar en het is super lekker.